Ja, Stichting Jager Job Radio live vanuit Rotterdam, vanuit de Koopgoot. Het is inmiddels 4:55. Nog 27 minuten en ook dan komt er een einde aan deze... nou ja, nu al historische, legendarische radio-uitzending. Natuurlijk alles in het kader van Stichting Jager Job. Want daar kan niet genoeg aandacht aan worden besteed. En ja, er zijn meerdere ambassadeurs actief, zoals bijvoorbeeld Mattie Valk. En ook vrienden van de stichting, zoals ikzelf. En aan de telefoon heb ik zo'n vriend van de stichting. Dat is tophockeyer Jeroen Hertzberger. Hij is Rotterdammer in hart en nieren. En hij is ooit een keer in het beginjaren betrokken geweest bij Stichting Jager Job. En hij was toen meteen onder de indruk van het concept. En ja, hij blijft toch een beetje zo verbonden met Stichting Jager Job. Dus op een dag als vandaag, op zo'n mooie opening als vandaag... en in een uitzending als vandaag... mag tophockeyer Jeroen Hertzberger niet ontbreken. Goedemiddag, Jeroen. Hey, goedemiddag. Even kort, waarom ben jij zo blijven hangen aan het concept, aan het idee, aan de warmte van Stichting Jager Job? Nou, kijk, voornamelijk, het is natuurlijk het heeft heel veel Rotterdamse roots, dus dan is de connectie snel gemaakt. Maar ja, op een of andere manier ontkom je erbij niet aan om een zwak te hebben voor deze stichting. Zo voel ik dat. En dat is eigenlijk waarom die altijd wel blijft hangen. Ja. En waarom precies die zwak? Waar zit dat hem in, dat zwak? Nou ja, kijk, sommige dingen in het leven zijn, die lijken heel vanzelfsprekend, maar dat zijn ze dus blijkbaar niet. En als je dan hoort dat er 80.000 verjaardagsboxen worden uitgedeeld, ja, dan zijn dat wel cijfers waarvan je toch wel een beetje schrikt. En nou ja, goed, ik woon hier in een hele keurige, nette wijk hier aan de rand van Rotterdam. En ja, bij ons vliegen de cadeautjes dagelijks om de oren, om de minste of geringste dingen. Dus ja, je hebt zoiets van, ja, bestaat dit wel? Maar ja, dit is wel echt werkelijkheid. Jeroen, jij bent vader van 3 kinderen, zelf heb ik er 4. Als ik namens mezelf praat, vind ik het altijd heel belangrijk. Maar ook des te moeilijker om je kinderen te laten bewust zijn van het feit dat inderdaad die cadeautjes die soms dagelijks door de kamer vliegen, overdreven gezegd, dat niet normaal is. Hoe pak jij dat aan? Nou ja, tegenwoordig zoeken we eigenlijk naar een mini-reden om maar heel blij te zijn voor onze kinderen. Of het nou een zwemdiploma is of... nou ja, toen onze jongste werd geboren, ja, dan mogen ze toch trakteren op school, weet je wel. En dan is het niet eens je eigen verjaardag. En dan ga je trakteren omdat er een broertje geboren is. Dus hartstikke leuk. Maar ik zie tegenwoordig zelfs bij de tractaties, zie ik zelfs dat het niet eens een spekkie aan een satéprikker is. Maar dat er ook zelfs nog een hele rammelaar bij zit. Met een, dat zelfs daar cadeautjes aan worden verbonden. Ja, dus we doen er natuurlijk zelf wel gewoon echt keihard aan mee. Ja. En nou ja, goed, ik reis de hele wereld over voor mijn sport. En als ik dan... Ja, dan ben ik in Barcelona geweest. En ook dan neem ik een Barcelona-shirtje mee voor mijn zoon. Ja, dus weet je, wij doen er wel zelf keihard aan mee. Maar het bewuste zijn voor de kids is gewoon ontzettend moeilijk. Kijk, mijn kids zijn al best wel jong. Alleen ik probeer ze wel uit te leggen dat niet alles aan de boom groeit. Dus dat dingetjes ook centjes kosten. Ja, ja. En hoe zet jij je nog in, concreet, voor Stichting Jager Job? Nou, vandaag was natuurlijk een hele leuke dag. Ik heb meteen... mijn hele familie, ik heb 2 broers en een zus. En mijn broer en mijn zus hebben ook allebei 3 kinderen. Dus we waren vandaag met de hele bende waren wij in Rotterdam. En op die manier probeer ik gewoon in mijn eigen omgeving probeer ik het bewustzijn te creëren. En ja, volgens mij heeft iedereen een waanzinnig leuke dag gehad vandaag. En dat is denk ik wel de essentie, dat mensen snappen waar het om draait. En dat je zoveel mogelijk mensen laat weten dat het speelt. Jeroen, ik dank je hartelijk. Ik wens je een hele fijn weekend. We gaan een plaat voor je draaien. Wat wil je horen? Ja, zoals ik al zei, voor mij is 1 ding het allerbelangrijkste in het leven, en dat is familie. Dus ja, We Are Family leek me wel een gepaste plaat. Dus, ja. Terwijl de metro weer hier onderdoor schiet, ook dat is Rotterdam. We gaan het doen voor Jeroen. Een heel fijn weekend. Hoi, cool. Hoi. Bye.